Hey, hebt u TikTok-account beveiligd tegen ongeoorloofd inloggen? Zet dan uw 2-staps-verificatie aan. Ah, je weet niet hoe dat moet. Ik zal het u uitleggen. Wat is nu 2-staps-verificatie? Je kan inloggen op TikTok op verschillende manieren. Met Facebook, Google, Twitter of je e-mail en een paswoord. Als iemand anders deze gegevens kan bemachtigen, dan kan deze persoon ook inloggen op jouw TikTok-account en dat kan zeer vervelend zijn. Als je 2-staps-verificatie instelt op TikTok, wordt je mobiele telefoon een deel van je inlogmethode. Als je nu inlogt op je TikTok-account en je 2-staps-verificatie is geactiveerd, krijg je een sms met een cijfercode. Deze sms komt alleen op jouw mobiele telefoon. Deze cijfercode geef je in ter verificatie en je wordt ingelogd. Op je TikTok-account staat jouw mobiele telefoon als vertrouwd apparaat. Daardoor moet je maar één keer inloggen op je mobiele telefoon met de 2-staps-verificatie. Elke persoon die probeert in te loggen op jouw TikTok-account met een ander apparaat zal de cijfercode moeten ingeven, die alleen per sms naar jouw telefoon wordt gestuurd. Dus ongeoorloofd inloggen wordt al een stuk moeilijker. Hoe stel je nu 2-staps-verificatie in op jouw TikTok-account? Je selecteert ik rechtsonder, dan manneke. Daarna selecteer je de 3 puntjes rechtsboven, ga naar beveiliging en hier staat 2-staps-verificatie. Zet die op aan en hier moet je jouw mobiele telefoonnummer ingeven, je volgt de instructies en je 2-staps-verificatie is ingesteld. Geef me een vette duim omhoog, abonneer je op mijn kanaal, zet ook het belletje aan, deel het filmpje met je vrienden en zet ook een commentaartje onder dit filmpje. Dag!